Hallo Walnut en Varkenlientje. Bij deze... Oh. Hallo! Hallo! Jongens, welkom allemaal bij deze nieuwe video. Ga je me een kusje geven? Vandaag zijn wij weer bij... Tja, Map van een Kijker. En we zijn niet bij zomaar een Map van een Kijker. We zijn bij de Map van een Kijker van J-Hond Games genaamd Jelmer. F-Hond Games genaamd Ferre. En Z-Wolf Games genaamd... Chantal. Maar leuk dat jullie allemaal bij deze nieuwe video zijn voordat we gaan beginnen. Bam! Dit is de grootste map die we tot nu toe hebben gebouwd. Regels niet minen, heb veel plezier. De kijkers mogen net als de vorige keer een score achterlaten. Jongens, laat inderdaad aan het einde van deze video een cijfer van 1 tot 10 achter. Het mag ook hoger dan de 10. Maar wij doen meestal tot de 10. De bouwtijd met de T is 80 uur, 6 minuten, 45 seconden en 12 milliseconden. Robin? Wat vind je van de 12 milliseconden? Race tegen de klok. Goed dat jullie het hebben gehaald. Ik wil zeggen, volgende keer wil ik wel een verbetering zien. Maar goed, we gaan ermee akkoord voor deze keer. Nou, laten we beginnen in 3, 2, 1. Verhaal! Oh, Robin, er is een verhaal. Kijk nou! We gaan Netflixen. Kijk nou wat voor bedje wij hebben met... Oh, dit is een bank. We gaan Netflixen. Oh, we gaan Netflixen. Wat gaan we kijken? Wat heb je klaargezet voor ons? De nieuwste aflevering van Walnut natuurlijk. Oh, natuurlijk. We gaan het event kijken waarin mensen dripstone aan het ontwijken zijn. Dat is een leuke video. Ik vind de gordijntjes leuk. Ik vind de bank leuk. Het ziet er allemaal goed uit zover. Hé, dat ben jij! Ik vind dat varken leuk. Dit ben jij! Oh, daar staat ook echt Robin! Dit is mijn huis, dus ik snap al hoe het zit. Ik bedoel, jij zit zo beneden. Dit is mijn huis. Ik bewaar jou natuurlijk in mijn huis gewoon. In je eigen stalletje. Ja. Mag je hebben. Ik snap hem al. Laten we even uitvogelen wat er allemaal in mijn huis te doen is. Dit is mijn badkamer. Oké, kan ik lekker zwemmen, douchen, wc-papier. Alles zit erop. Dus laten we voordat we dingen gaan onderzoeken, eventjes gewoon kijken wat er allemaal is. Ja, dit is de keuken. Dit is mijn keuken hier. Oh nee, de worstenbroodjes zijn op. Ik ga nieuwe kopen, Robin. Ja, snap ik natuurlijk. Kopen. Kom je mee? Of... Ja, natuurlijk. Ja. 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 Ah, goed zo. Ja. Laten we eerst gaan even kijken wat ik allemaal nog meer in mijn huisje heb. Voordat we worstenbroodjes gaan kopen. De worstenbroodjes. Oh, ze zijn op. Hierboven heb je mijn slaapkamer. Welke slaapkamer ga ik eerst kijken? Wat een rare trap, kijken? Zeg. Nee, dit is hip. Dit is nieuw. Oh, dat is hip. Dat is hip. Hey, welke badkamer doen we als... Welke slaapkamer doen we als eerst? Nou, ik wil eerst die van jou. Oké. Okay. Hoe ziet het eruit? Hij is geel. Okay. Ja, kijk die muis. Ik heb een muis. Oh my, deze was slim bedacht. Dit is goed, ja. Ben je mijn video aan het inplannen voor me? Ja. Maar wow, de studio zit nog best wel een mooie wijk hier, hoor. Ja, nou, maar ik heb wel zo'n vermoeden dat mijn kamer helemaal niks gaat zijn. Wat is jouw kamer? Oh, jij hebt een... Je bent echt een nerd, zie ik nu al. Ja, je hebt echt een nerdcomputer, heb jij. Wow, en je bed is boven je computer. Zodat je altijd achter je computer kan. Je hebt echt een nerdkamer. Weer een nerdkamer. Je hebt echt een nerdkamer. Wat is dit? Overal liggen ook boeken op dit de vensterbankjes. Dit is een woonkamer. Hierboven wonen we. En dit is... Wat is dit? Dit is onze groene kamer. Dit is een... planten. Hier planten wij onze planten. Oké, Robin, maar laten we even worstenbroodjes halen. Dat was ons doel. Ja, we gaan worstenbroodjes halen. Waar gaan wij worstenbroodjes halen? Ik denk bij de winkel. Ja, naar de winkel, denk ik. Oh, kijk, wow, dan hebben we ook het enige kleurhuis. Dat vind ik serieus heel leuk bedacht. Dat alle huizen grijs zijn, behalve ons huisje. Wij hebben gewoon een geel huisje. Wel een saaie wijk verder, al wat grijs. Hoezo? Ja, maar dat is, wij zijn gewoon het zonnetje in deze wijk. Laten we even kijken bij de winkels. Die zou ook wel op moeten vallen, toch? Ja, sowieso is dat de winkel. Dat is de shop. Ik zie het nu al. De shop. Oh my days. Ingang. Welkom, ingang. Moet hij naar rechts, Robin? Nee, nee. Laten we worstenbroodjes zoeken. Ja, dat ligt hier achter in het schap. Jij komt hier vaker natuurlijk. Jij haalt wel vaker worstenbroodjes. Ik moet altijd de boodschappen doen voor jou. Dus dat, nee, dat snap ik. Dat vind ik heel Volgens varken. Mij is het op. Ja, daarom. Dus ik ga het wel heel even Doe jij maar vraag aan de werknemer. Ja, wacht. De schappen zijn veranderd. Dat, het is niet zo lopen. Ja, ik snap hem. Hey, Mitni. Hallo, kan ik helpen? Ja, we komen voor worstenbroodjes. ze kan helpen, Max. Kan ze helpen? Wat zegt ze? Ja. Doe er maar twee. Hey, ik heb een worstenbroodje. Ik heb ook een worstenbroodje. Het is gratis. Het is vandaag lekker. Oké, okay, ja. Nou, we hebben worstenbroodjes. Laten we ze weer meenemen naar huis. Moeten we wel even afrekenen natuurlijk. Oh nee, want dat is gratis. Het is gratis. Maar we gaan wel even langs de kassa natuurlijk. Ja, we moeten wel langs de kassa. Want we moeten wel even laten weten dat we worstenbroodjes hebben. Ja, hebben worstenbroodjes. Zo, piep piep. Ja, dankjewel, Grook. Tot zover vind ik het een hele leuke map van de kijker. Hey, jongens. Het is... Wat zijn we lang in de winkel geweest? Het is avond. We zijn mega lang weg geweest. Oh, laten we maar snel zijn worstenbroodjes opeten voordat ze verrot raken, Robin. Ja, want de tijd gaat erg snel als je worstenbroodjes fijn hebt. Ah, wat was dat? Ik schrik me helemaal kapot.
Waar kom je vandaan? Hallo! Is dit niet die Pokémon? Charizard, stap in! Stap nu. In nu! Ah, Robin, stap okay. in! Stap in! Stap in! Oh, stap in! Wacht, waarom? We gaan eens vragen. Nu, of zit jullie neer? Ik zit! Ik zit! Zit ook! Okie! Okie! Ah, het wordt donker! Paar uur later! Wat vet! Arthur, dief! De dief! Dief! Robin, ik heb het oorspraakje, maak je geen zorgen. Nee, ik ook, daar slaan we ze wel mee. Arthur en de dief zijn hier met z'n tweeën aan het staan. En wij kunnen hier zitten. Ik ga... Druk maar op de knop. Oh, het is licht. Oh, ze zijn wakker. Goed zo, zeggen ze. Wow, waar zijn we beland, hè? Jullie vragen af waarom jullie hierheen zijn gehaald. Oh. Nou, inderdaad. Eigenlijk wel, meneer Arthur en dief. Wel, ik zal het je vertellen. Jullie zullen voor ons... Jullie gaan voor ons de bank beroven. We gaan een bank beroven? Voor jullie. Waarom? Wat? Hoezo? Hoezo, Arthur? Ja, niets nut. Dat ging ik zeggen. Ah, kijk, Arthur en dief... Oh, sorry, baas. Oké, dus Arthur dat zijn collega's. Is de baas van... Nee, maar het is niet collega. Dief is de onderdaan van Arthur. Doe het, of dit is het laatste daglicht dat jullie gaan zien. Nou, het is avond. Het is donker. Wat, Max, wat gaan we doen? Weet ik niet. We hebben geen keus, Robin. Ik bedoel, we moeten wel. Jawel, we hebben een worstenbroodje. Ja, we Kom hebben op. Een worstenbroodje, maar... Wat zijn jullie daar allemaal... Niks. Helemaal geen zorgen. Het plan ligt hier op tafel. Als jullie klaar zijn met bang bibberen, dan kom je het maar halen. En durf niet weg te lopen, want wij zullen staan kijken in de schaduwen. Ik ben aan het bang bibberen. En we staan hier in onze zwembroek. Veel plezier, snotapen. Ja, we hebben onze zwembroek aan dat het zomer is, jongens. Criminelen lachen met elkaar. Ja, het plan ligt hier op tafel. Maar ik wil eigenlijk wel even rond... Hey, deze heb ik nog nooit eerder gezien. Oh, dit is een boot met... Oh, ik denk dat we eens moeten beginnen. Jij moet zuchten. We moeten wel onze dialoog die wij krijgen, moeten we naspreken, jongens. Ik zou het plannen. Plan 1. Raak zonder opgemerkt te worden binnen. 2. Vind de sleutel voor de kluis. 3. Doe de kluis open. 4. Steel alles. 5. Geef ons alles. 6. Jullie gaan naar huis, misschien. Dus we moeten zeker nog naar huis gaan. Er zit niks voor ons in, dus. Nee, letterlijk, dat is onze vrijheid. We moeten een bank overvallen, dus jongens, voor Arthur en dief. En daar kunnen we naar huis, maar we krijgen er niks voor. Oké, klaar om een bank te beroven. Oké, laten we eerst even onderzoeken wat we allemaal kunnen vinden hier, Robin. Ja, dit is een busje. Dit is de secret hideout spot van Arthur en de dief. Maar wie is de dief en wie is Arthur? Weet ik niet, hier is een parcours. Laten we eerst even kijken of ik dit parcours... Hey, een iron helm. Dus we kunnen voorbereiden. Leather boots. Ja, inderdaad, we moeten dit wel even goed... We moeten dit goed aanpakken. Heb je een hoorn gevonden? Ja. Waarom vind ik... Ik heb een hengel. Dus ik heb ook boots gevonden. En nog een hengel. Oh, en iron leggings. Oké, okay, ga ik aandoen. Er is niks meer. Ik denk dat we alles hebben. Ik denk dat we moeten beginnen met ons avontuur om de bank te beroven. Ik denk het ook. Wow, nu kan ik gewoon als titel voor deze video gebruiken een bank overvallen in Minecraft. Net weer GTA 5 roleplay. Kom je thuis? Ja, kom maar gaan. Oké, klaar om een bank te beroven. Nee, ik ben niet klaar. Nee, we zijn klaar. Na de autorit. Wow, we zijn in de grote stad. Oké, we moeten in de grote stad. Plan, stap 1. Raak zonder opgemerkt te worden binnen. Raak zonder opgemerkt te worden binnen. Nou, komt ie. Nee, kijk, misschien hangen er wel camera's. Hangen er camera's? Ik zie geen camera's. Ik ook niet, maar we gaan toch even kijken. Ik zie nu al dat we daar gewoon onderdoor kunnen shiften. Onder dat hek. Of willen we een heel parcours doen of zo? Hoe kom jij daar boven? Ja, zonder opgemerkt te worden. Jij bent helemaal zo gaan. Rennen. Oké, je moet voorzichtig. Je moet al op mij wachten, Robin. Ja, nee. Want met je eentje gaat het sowieso al... Ik heb geen zin om Dief en Arthur achter ons aan te krijgen. Want dan waren ze een paar dagen gaan. Oké, jij pas nu voor. Nu ga ik voor. Komt-ie. Volg mijn lead. Ja, ik volg jouw hoofd. Onopgemerkt. Gaan we hier naar binnen kijken? Via de raam? Oké, ik zie. Het eerste wat ik zie is daar de bankdingen waar je geld op kan nemen. Een schilderij. Nog een schilderij met het grote gedeelte hier. Zullen we via de hoofdingang gaan? Nou, als er een andere ingang is, gaan we daarvoor. Ja, dan gaan we daarvoor. Maar die is er niet. Hallo, wij komen 's nachts tijdens sluitingstijd even geld binnen. Ja, goeiedag. Welkom bij de bank van de grote varkens. Oftewel de Robin Lientje Bank. Kunnen wij u ergens mee helpen? Niet op deze plek. Goeiedag, welkom bij de bank van de varkens, oftewel de Robin Lientje Bank. Kan ik u ergens mee helpen vandaag? Ik wil geld wisselen. Oké, Robin, we moeten wel even kijken, want we zijn in de bank. We zijn onopgemerkt in de bank gekomen. Dat is top. Ja,
Ja. Laten we kijken of hier sowieso de eerste regel, zitten er dingen achter schilderij? Dat is al iets wat we moeten checken. En kijk, hieronder zit sowieso iets, hè? Oh, niet eens. Nee. Laten we wel voorzichtig, blijf shift inhouden. Blijf shift inhouden. We moeten voorzichtig zijn, voorzichtig bukken. Hier zijn denk ik kluizen, maar voordat we daarin gaan, laten we doorlopen om te kijken wat hier... Oh, daar is hij. De grote kluis. Oké, we zijn binnen. Stap 2 was, vind de sleutel voor de kluis. Oké, we hebben de kluis gevonden. Nu ik alleen nog de sleutel. En ik denk dat de sleutel inderdaad alleen... Wacht even, ik doe het even onopgemerkt. Achoo! Ah. Hey, het lekt hier. Oh shit, het plafond lekt hier. Het plafond lekt? Ja. Echt? Oh, inderdaad. Oké, dus dat betekent dat daar boven iets zit. Misschien dat daar... Oh, hier heb ik heel veel kisten en weet ik wat allemaal gevonden. Dus misschien dat hier ergens wel een geheime sleutel zit? Nee. Kunnen hier doorheen? Nee. Oké, dan gaan we naar boven. We gaan naar de volgende verdieping. Oh, wow. Dit planten? Hier gaan we oors. Ik heb planten. Oh, zo, ik heb de secret stash gevonden hier. Wat? Oh! Het goud! We hebben het goud gevonden. Oh, wacht, ik heb niet maar kijk, Robin, dit ziet er verdacht uit. Planten. Wat, alsof er iets met deze planten is. Ja, ik weet het al. Nou? Ze zijn groen. Onder constructie. En het is alleen een kistje. Een mangrove propagule. Dat is zo'n nieuw dingetje waarmee je een swampboom plant, toch? Oh, hier zijn allemaal boeken. Allemaal waarschijnlijk bankafschriften. Kunnen we die ergens planten? Want ik heb hier planten, daadwerkelijk. Als ik deze nou eens in de chest doe. Oké, dat doet niks. Ah, ik heb de sleutel gevonden. Hij zat in de kamer hier tegenover. In een hoekje zat hij verstopt. Ik heb een levertje. Een lekker nat lichaamslevertje. Zullen we de kluis openen? Want dat was stap 3, hè? Vind ik de sleutel voor de kluis. Doe de kluis open. En dan is de volgende stap stil alles. Ben je er klaar voor, Robin? Ja, we zeker. We gaan de bank overvallen in 3. Lekker. 2. 1. 1. Oh, huh? Huh? Hij is aan het draaien. Hij is aan het draaien, oké. Okay. Oh my days, hij gaat open! Wat een grote deur! Wow, wat lijp! Robin, alles stelen! Snel, neem de muntjes mee! Neem de muntjes mee! Neem al het geld mee, alle weet ik voor wat! Oh. Oh. Hebben we alles? Wat? Ja, nu ik dat hier zo zie liggen... Oh, ja. Ja, ik wil het ook houden, Max. Wil je het houden, al die spullen? Ja, eigenlijk wel. Ja, zullen we dan maar gewoon... Politie-sirenes kunnen gehoord worden. Oh, Robin! Er zijn sirenes! Robin! Rennen. Ik heb het broodje op mijn hoofd gedaan! Dat doe ik ook voor Robin! Oh, we moeten weg hier, rennen! We moeten weg! Er zijn politieauto's, blijkt. Rennen! Handen omhoog! Wat? Oh, boeien ze! Handen omhoog, zijn jullie niks. Probeer maar niet te boeien ze. Robin! Nee! Nee, we zijn gevangen door de politie. We zijn gepakt! Ah, Ido! Nee! Heeft Ido ons opgepakt? Alles behalve Ido. Oh, word wakker. We zijn wakker. Ik hoor het hem ook zeggen, word wakker. Oh, waarom zijn we hier? Nee, waarom heeft Ido en Potlood ons opgepakt? We zijn gearresteerd bij diefstal, maar ik heb niks... Ze hebben ons worstenbroodje ingenomen. Ook dat nog? Nee, dat hebben wij helemaal niet gedaan, toch Robin? Nee. Het heeft geen zin om tegen te spreken. Het is duidelijk dat jullie het geweest zijn. Helemaal niet. Het is niet alsof jullie op ons heen tafel getrapt hebben. We zijn gedwongen. Ja. We zijn gedwongen. Ah, echt zo'n Ido-dingetje. Maakt niet uit. Jullie hebben het nog steeds gedaan. Ik haat je echt, Ido. Je dikzak. Veel plezier in de gevangenis. Het is onmogelijk om te ontsnappen. Oh nee. En... Nu gaan we naar de gevangenis. Dit gaan Arthur en Dief niet fijn vinden. Wacht eens, neem ze mee. Oh, en blinddoek ze. Anders weten ze de uitgang nog te zitten. Oh nee. Worden geblinddoekt. Oh nee. Oh, even later. Robin. Huh? Nee, we Max! We hebben een aparte cel! Maar gast, wat lijkt die overgangen naar de kamers telkens? Wow, wat ontzettend lijkt dit. Oké, ik doe mijn gevangenisoutfitje aan. Ik ook. Zo, dan ik heb ook een boekje. Quill. Ja, die heb ik ook. Oh, dat is een dagboekje, die kan je bijhouden. Dag 1. Stom. Ik heb hier een button, daar kan ik op klikken. Dan kijk eens wat er gebeurt. Oeh, dan activeert er iets. Gebeurt er iets bij jou als ik op die button druk? Nee. Ga slapen, cellen zullen worden gecheckt. Ga slapen, Robin! In bed. Oh shit. Snel, anders zullen we worden gecheckt. Oh mijn god, jongens, wat is dit een lijpe map alweer? We zitten inmiddels helemaal vast in de gevangenis nadat we een bankoverval hebben gedaan. Die fout is gegaan. Wat is dit lijp? Ik slaap. Slaap je? We hebben dag 1 overleefd. We hebben dag 1. Oh, Robin, ik heb iets geheims gevonden. Ja, daar was ik net naar jou onderweg, Max. Oh. Hey, Max. Hey, Robin. Wacht, oké. Hallo. Speaker, het is ochtend. Het is ochtend, jullie weg naar de cafeteria. Oké. Hey, we moeten ons weg maken naar de cafeteria, want het is ochtend. Maar ik zag nu al dat wij een geheime gang naar elkaar toe hadden voor later. Ja, inderdaad. Maar waar is de cafeteria? Het voelt als hier. Waar is de cafeteria? Dit is... Oh, dit zijn de wc's. Volgens mij heb ik hem gevonden, Robin. Volgens oh, jezus. Hoe is dit gemaakt? Wat? Kijk dan. De vrouwen zijn en de mannen zijn. Wow, dit is een hokje. Hier, dit is ook een hokje. Ah! Een zeepje. Wat is dat? Wat is dit? Ik heb nog nooit zo'n kleine stier.
naïef gezien. Ik heb echt nog nooit in mijn leven zo'n kleine Steve gezien. Oké, maar Robin, we moeten naar de cafeteria. Kom maar mee naar de cafeteria. Die heb ik al hier gevonden. Oh, wat met goed. Evelien werkt hier. We hebben hier ook mayonaise. Hallo, mayonaise. Hier is je kwak. Veel eetplezier. Nou, dankjewel. Laten we even mag eten, ik ook? Robin. Hier. Dank je. Hier is je kwak. Wat was de kwak weer lekker. Hier heb je hier het domme bordje terug, mayonaise. Die geef ik aan Evelien, alsjeblieft. Oh. Hé, informatie. Heb je informatie voor ons, Evelien? Zit kwak te eten. Volle mond. Dus, ik heb een paar jaar geleden uitbraak gepland. Hiervoor had ik een paar zelfgemaakte ladders gemaakt. Wel, uiteindelijk heb ik het toch niet gedaan. Het was hier beter dan thuis. Wat is dit, wat heeft dit te maken met ladders? Laat uitpraten. Jezus. Sorry, Robin. Wat ik probeer te zeggen, is dat ik die ladders heb verstopt. Ze liggen in het meisjestoilet. Ik weet niet meer welk hokje. Veel geluk, noobies. Met zelf een noobie, Evelien hier. Zullen we Evelien vermoorden? Ja, hier. Nee, dan zitten we nog langer. Ik heb Evelien vermoord. Ik weet waar het meisjeswc is. Ik weet waar het is. Gadverdamme! Je loopt zo het meidentoilet in. Nee, maar al het bewijs moest uitgeschakeld worden, Robin. De meisjes mochten niet... Nee, deze was bezet. Deze was bezet. Hallo! Er zat iemand te poepen hier. Jullie bekijken de wc. Er lijkt een barst in de muur te zitten. Oh, maar... wow. Oh, nu zie ik het, ja. Waar? Oh, daar. Wauw. Oh, ik heb hier ladders. Echt? Waar? Ja. Oh, en een tip. Oh, die gaan we niet gebruiken. Oké, ik neem de ladders mee. Oké, waar moeten we nu? Wat moeten we nu met de ladders? Zullen we die opbergen? Waar zullen we die opbergen? Laten we eerst even onderzoeken. Jezus, wat is dit groot? Het is echt een mega gevangenis. Maar we moesten naar de cafeteria. Wie is Plop? Ik zie nu al Plop. Hoe weet hier. Je dat? Dat zeiden ze toch, dat we naar de cafeteria moesten? Ja, daar zijn we toch al geweest? Ja, maar wat nu? Hallo Plop, heb jij wat te zeggen? Plop. Wat doe jij hier? Het is toch middagpauze? Ja, Plop, moet jij niet naar de cafeteria? Ja, ik zit hier omdat ik de zwaarste crimineel ben in hele Minecraft. Mij heet Plop. Weet jij hoe we hieruit kunnen ontsnappen? Hoe kijk, we moeten informatie verzamelen. Wij hebben informatie nodig. Ja, ik ben al 3 keer ontsnapt. Nu zit ik hier voor... Wou de 3e keer ontsnappen met Prot, maar ik kon hem nergens meer vinden. Plop begint te winnen. Ah, arme Plop. Zullen wij Prot even Plop voor hem toch. Vinden? Plop, rustig wij gaan Prot Plop, voor jou vinden. Wij gaan Prot voor jou vinden. Maak je geen zorgen. We hebben hier Steve. Oh, Plop is niet klaar. Sorry, Plop. We komen terug. Sorry. Ik weet dat jullie kunnen ontsnappen, maar ik wil mijn pop. Die heb ik laten vallen onder de douche. Moeten we een pop voor hem halen bij de douche? Ja, dat is die Steve! Oh! Oké, blijf jij bij Plop, ik haal zijn pop op. De pop van Plop. Ik haal de pop van Plop op bij de douche. Wacht even hoor. Die hebben we hier. Zo, ik zal hem meenemen. Kom maar. Het popje van Plopje. Plop, ik heb je pop. Alsjeblieft. Zo, Max en Robin hier. En nu de tip, please. Alsjeblieft, Plop, geef ons een tip. Wow, losers. En bedankt. Ik vertel helemaal niets. Plop, we gaan je vermoorden. Wanneer ik de kans heb vermoord, ik jou. Ik heb Evelien ook al vermoord. Plop. Dat was een snelle moord. Dit is Steve. Oh, wat heeft Steve gedaan? Die zit daar op zijn bed. Hi, Steve. Waarom zit jij in je cel? Het is middagpauze, Steve. Maakt het uit? Ja? Je moet wel eten, anders ga je dood. Kun je ons... Nee, ik wil niet naar binnen. Max, wat zeg jij? Waarom zou ik zelfs? Ja, sorry, ik wil gewoon naar binnen. Ja, ik wil een knuffel geven. Alsjeblieft, Max, Steve. Waarom wil je zo graag naar binnen? Steve, alsjeblieft. Als je me een gouden staaf vindt, alsof ze dat hier kunnen vinden, wat de sukkels. Gouden staaf. Robin, heb jij een gouden die staaf? Die hebben we nog niet gevonden. Laten we een gouden staaf van Steve zoeken. Hij zegt dat we die toch niet kunnen vinden. Ik denk dat we daarvoor wel naar een andere kamer moeten. Ja, maar waar willen wij ooit... Ik heb het hoofd van Plop, gadverdamme. Waar gaan we ooit een gouden staaf vinden? Het hoofd van Plop. De werkbank. Misschien dat we hier wel... Kluisjes. Laten we per ding gaan. We gaan helemaal naar het einde al. Wacht nou. Jezus. Oké. Okay. Oh mijn god, het gaat nog helemaal daarin. Wat is dit groot. Eerst naar de werkbank dan? Ja, eerst naar de werkbank. Laten we eerst even kijken of we hier een gouden staaf kunnen vinden. Hij zegt dat we die toch niet kunnen vinden, maar hij weet niet. Oh mijn god, wat is dit? Ik heb een tip of zo. Hey, zoiets hing ook in mijn cel. Wacht, kom, dat ga ik even laten zien, want dat is misschien wel een verband. Met een doodshoofdje en zo? Kijk. Oh, 1 doodshoofdje. Ik heb 6. Neem me mee. Jij bewaart die dingen, oké? Jij bewaart al die papiertjes. Misschien dat we meer van dat soort papiertjes moeten vinden. Misschien dat het uiteindelijk met iets te maken heeft. En hij lag in een smoker, dus moet alles openen wat je kan vinden. Oké, ik ga een kamer verder. Ik kijk bij de kluisjes nu. Die ga ik allemaal bekijken. Kijk, doe ze eerst allemaal open. En dan dicht als ik ze gehad heb. Ik heb gouden nuggets, die neem ik mee. Ik ga gewoon alles beroven hier. Hey, ja, daar kunnen we uiteindelijk... Ik heb nummer 4 gevonden. Ja, drop maar. Ja, die is voor jou. Wat kunnen we met gouden nuggets? Oh, dan kunnen we gouden staaf maken. Ik heb 3 golden nuggets. Oké, ik ook. 3. Ik heb plaats op bruin wol een lever gevonden. Dus dat is sowieso handig voor een sleuteltje. Weer een golden nugget. En dan moeten we nu naar de werkbank om dat ding te maken. Ah,
wat is een gouden staaf dan? Dat is gewoon een gold ingot. Waarschijnlijk golden ingot. Dat zou het waarschijnlijk zijn. Ik kan 1 golden ingot maken nu ook gewoon. Ja, nou, dan denk ik dat we die moeten gaan brengen. Nou, laten we die naar Steve brengen. Hier is je goudstaaf, Steve. De deurtje is open. Huh? Wat? Hoezo? Ja, we hebben gewoon een goudstaaf voor jou geregeld. Grommel ook. Kom binnen dan. Grommel. Wie grommelt er nou? Grrrr. Hey, we hebben hier nummer 7, Robin. Die is voor jou weer. Hey, kijk laten eens. Laten we ook alles stelen van hem wat hij heeft. Dankjewel, Steve. Robin, je weet wat ons te doen staat, hè? Elke gevangene die er tegenkomen. Ja, dat weten we inderdaad. Dit was je grootste fout, Steve. Ja jongens, vanwege het feit dat dit de langste map van een kijker ooit is, moet ik de video in tweeën opsplitsen en wordt het verhaal snel vervolgd. Vergeet zeker niet te liken en te abonneren, reageer wat je zover van deze map vindt en dan nu, sorry voor het abrupte einde, doei.